Een mooi cadeau voor de koning wanneer hij morgen door de Zwolse Luttekestraat loopt. Een heuse koningsring. Juwelier en goudsmid zijn er trots op. Nu afwachten of de koning hem ook echt aanneemt. Ik heb hier de eerste, een van de vele schetsen voor de gemaakte koningsring. En ik ben begonnen met schetsen te maken. Dit is één ervan. Dat heeft geresulteerd in een wasmodel. Want ik maak altijd eerst een wasmodel, zodat ik weet waar de problemen zijn en zitten. Dit is de vorm geworden. Het is met recht een koninklijk cadeau. Oranje rosé goud, 23 gram zwaar en helemaal vol met glimmers. Winkelwaarde 5000 euro. Ik begrijp dat dit niet in de alledaagse ring is. Hij is wel heel erg feestelijk. Dus het zou mij wel een eer zijn, niet alleen mij, maar ons hele team natuurlijk, om te zeggen van deze ring, dit is de Koningsdagring voor altijd. Hij komt voor de deur voorbij, maar verwacht u ook dat hij ervoor stopt, dat hij binnenkomt, dat hij komt passen? We kunnen natuurlijk gaan voor het moment of fame, oftewel over het hek springen en hem aan te bieden. Maar in mijn beleving gaan we dat niet halen. Wat gaat u wel doen? Ons idee is, als hij het niet in ontvangst neemt, om het dan te gaan veilen. We gaan een stichting zoeken in Zwolle om het op die manier te laten veilen en opbrengst uiteraard voor die stichting aan te bieden. En ook dan hoopt de goudsmid dat onze koning de ring, zij het in bruikleen, elke 27 april gaat dragen. Denkt u dat gaat lukken? Ik hoop het. We gaan het proberen uit te reiken, dus we doen ons best.